Mensen, een super tof dat jullie kijken naar zo'n gloednieuwe video van mijn kanaal. Ik weet het, het is raar. Ik speel nu even zo Clash Royale. Maar het is eigenlijk niet om te spelen, het is gewoon om een chest opening te doen. Want ik ga vandaag een epische chest openen. Van Arena 9. Eerst ga ik gewoon even al mijn chests hier openen. We hebben niks echt goed gekregen, alleen maar drie musketeers en ijsgeest. Even hier. Oh, ze gaan een gratis kist ophalen. Zo, we hebben dat opgehaald. Nu, de volgende kist wordt. Kijk, dit wordt deze kist, de epische kist. Oké, let's open it up. 3, 2, 1. Let's go. Dus eerst epische in de vriezen, 3 keer gekregen. De tweede epische is klonen, 5 keer gekregen. En onze, ja, en onze voorlaatste epische is bowler. En de laatste epische is spiegel. Dit is wel een goede pack opening. Nu kan ik een bowler upgraden, denk ik. Ik heb een bowler deck. Ja. Kan ik gewoon upgraden. Eindelijk. Naar level 2. Ik kan hem nog eens upgraden. Naar level. Kan ik dat? Nee. Denk ik. Nee, ik kan het niet. Deze kan ik ook nog niet upgraden. Klonen kan ik ook wel upgraden. Maar dat kost ook. Dus. Klankjes level 4 al. Ja, dit was de video. Hopelijk vond jullie de chest opening tof. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, het belicoontje aan te tikken. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!